Goedenavond, Salé. Goedenavond, Marcel. Salé Osmee. Dank je. We hebben elkaar een aantal jaren geleden ontmoet. En zo hebben we jouw stieffamilie naar Europa kunnen krijgen via diplomatiek in Canada. Want een van jouw familieleden was gedood. Misschien kun je daar wat meer over vertellen. Ja, inderdaad. Jij herinnert ook, ik ook. Helaas, een paar jaren geleden. Mijn nichtje vergonden door een groep extremisten in Kabul. 2 of 3 kilometer van het Afghaanse presidentpaleis. Haar geslagen. En eindelijk haar gebrand en weggegooid in Kabul rivier. Ja, hoe kom jij in Nederland terecht? Wat is jouw verhaal? Na de verjagen van de Taliban, ja. Dat was meisjes mochten naar school, vrouwen mochten werken, verschrikkelijk. In die de mens, ik vroeg aan de mensen, ik kom vanuit Nederland, mm-hmm. Wat is uw boodschap om ik neem mee naar de Nederlandse overheid? En iedereen zegt, we willen een meisjesschool. Aha. Toen naar de burgemeester van Steenbergen gegaan met verzoek, ja. Ik kom met die boodschap. Mm-hmm. Wij willen een school. Ja, toen was de heer Van Wijk, de burgemeester van Steenbergen. Mm-hmm. En hij zegt, Salé, moet je actie voeren. Dus toen zijn jullie een stichting gaan opzetten? Dit was bestaande stichting. Mm-hmm. Bestaande stichting bent u zich bij aangesluit? Ja, we hebben eigenlijk basisschool Marentje in Nieuw-Vossenmeer. Nieuw-Vossenmeer, want u woonde in Nieuw-Vossenmeer? Ik woonde in Nieuw-Vossenmeer, mijn kinderen zaten op die school. Dus uiteindelijk heeft u samen met de stichting de kindertjes die op school hun best hebben gedaan in Nieuw-Vossenmeer getracht om iets goed te doen in Afghanistan. Zoals vele partijen ook als eis hadden om daar naartoe te gaan als Nederlandse missie om daar iets te maken, om iets blijvends te maken voor het Afghaanse volk. Ja, dat was eigenlijk bedoeling voor die, om wij als Afghanen daar ook verder op te werken. En de Nederlandse overheid was verder opbouwen en herbouw bezig met Afghanistan. We werkten samen. Ja, dat was de bedoeling. Want u bent nog meer gaan doen. U bent na de school nog meerdere projecten samen met die stichting gaan ondernemen. En dat was 10.000 ongeveer peren en appelsbomen. Mm-hmm. En die onze stichting in Afghanistan, of coöperatie, die werden gekregen van de overheid. Dat was een van de Nederlandse overheid. Nederlandse overheid. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Op dit moment zitten wij niet voor niets voor de camera. Wij zitten hier omdat we een oproep hebben, eigenlijk aan de wereld. Er is iets waar wij voor willen waarschuwen. Uw familie in Afghanistan, die geeft u informatie over wat daar op dit moment nu gaande is. Zoals iedereen weet, de Amerikanen hebben zich teruggetrokken. De Nederlanders zijn er nog amper. En wat gebeurt er nu echt daadwerkelijk daar op de grond volgens de mensen die daar nu nog wonen? Boerderij verlaten, scholen verlaten, op dorp verlaten. Iedereen vlucht naar grotere centra's. Die komen allemaal, ze zijn niet alleen mijn familie. Alle die ja. Mensen die van het platteland, die intellectueel of die wel samengewerkt met de Amerikaanse of met de Westerse. En die worden nu in grote steden omsingeld. Ze zijn in grote steden omsingeld door Taliban. Door de Taliban. Ja, met Al-Qaeda, Taliban, Al-Qaeda en ISIS. Dus eigenlijk is er ook geen mogelijkheid meer voor die mensen om via de steden naar Iran of af Pakistan of naar Tajikistan te vluchten? Nee, alleen kan met... Want dat is wel de oproep die de Nederlandse regering doet. Ja. Wij hebben contact gehad met de Nederlandse regering. Dat is onmogelijk. Met de Buitenlandse Zaken hebben wij contact gehad. Wij hebben dat samen ondernomen. En dat is daarom de reden dat we nu naar de media zijn gegaan. En ja, ze zeggen maar vlucht maar naar Iran. Nou, de grenzen zijn dicht. We hebben nog COVID. En er wordt gevochten. 2 van uw broers zijn ontvoerd. Mm. 1 van uw broers is een vrijgelaten met COVID. We hebben hem ook nog in het ziekenhuis gezien. Mm. Uw andere broer is vrij onderhandeld. Dat is onderling geregeld. Ja. Daar bemoeit geen overheid zich mee. En uw zus, ze hebben gepoogd uw zus te ontvoeren. Wij hebben dat ook op film, want er waren camera's rond het huis. En zij is weggekomen terwijl ze met de 3 Kalashnikovs erachteraan zaten. Het zijn verschrikkelijke beelden om zo te zien. Mm. Wat zou u de Nederlandse overheid vragen? Want ook hier heeft de Nederlandse overheid een verantwoording. En wat u tegen mij zei, dan herhaal ik het woord nog een keer, dit kan wel eens gaan lijken op genocide, waarop men over 4 of 8 jaar als Nederlandse politiek weer sorry moet zeggen en af moet treden. Want men weet het, men is gewaarschuwd. We hebben contact met de overheid, we hebben ze geschreven, we hebben contact gehad met Buitenlandse Zaken. Die mensen die in Oeruzgan gewerkt met de Nederlandse missie, in Kunduz gewerkt met de Nederlandse missie, in andere hoeken in Afghanistan gewerkt met de Nederlandse missie of met projecten.
Ik wil namens hun, namens mijn bevolking, vragen aan de Nederlandse regering, alsjeblieft, ons helpen. Ja. Ons helpen. En als die Taliban of straks binnen in de steden komen, en plus die mujahideen binnen van de steden, nou, we hebben en dat was een slachthuis. Erger dan Syrië. Erger dan Syrië. Denkt u echt erger dan Syrië? Echt wordt erger dan Syrië. Want Syrië wordt nu gezien als officieel als genocide. Syrië, Syrische intellectuelen, ze konden de deur van Turkije was open. 3 ja. miljoen. Men kon nog weg. We konden weg. Ja, ik snap het. We konden weg. Die dag dat onze Nederlandse militairen naar Afghanistan gesneuveld, ik had mijn tranen in mijn ogen. Die zijn jonge mensen. Ja? Hun bloed lag in Afghanistan. Of Amerikaanse, of andere die landen daar kwamen. Die deed bij ons pijn. Toen ook, nu ook. Toen was pijn van, ja, van mens, van een soldaat, van een jongeman. En nu twee keer pijn. Voor wat?